plek in het Ridderroerdse bos bij Beeldhoven, bij Utrecht. Een tweestammige eik op de voorgrond. Eén stam is afgezaagd. En op het zaagvlak zit een heel plakkaat van zwammen, kogelzwammen. En daarop, maar ook wel op het hout van het zaagvlak, daar zitten springstaartjes. En hier heb je er eentje, een bolvormig type. En deze zijn zo'n 1,5 tot 2 mm lang. En in deze film hebben we niet alleen belangstelling voor hun uitwendige voorkomen, maar ook hoe ze er van binnen uitzien, met name wat er gebeurt tijdens het eten. Ze worden een soort doorgelicht, niet met röntgenstralen, maar gewoon een lamp, een felle lamp. En met name de kop van sommige van die springstaartjes blijkt behoorlijk doorzichtig, behoorlijk transparant te zijn. En ze zijn voortdurend aan het eten. En wat gebeurt er dan? Nou ja, eerst natuurlijk wordt het eten met het bekje, wat helemaal onderaan de kop zit, wordt dat van het oppervlak afgehaald. Ze hebben tandjes en het wordt gemalen door een soort kiesjes, molaire plaatjes. Het zijn allemaal hele minuscule onderdeeltjes. En ook bijzonder van springstaartjes is dat al die kaken en andere monddelen, die zitten inwendig. En dat is ook een der redenen waarom ze niet meer tot de insecten gerekend worden. Enerzijds hebben ze die springstaart, en dat is ook al heel afwijkend van insecten, maar hun monddelen zitten niet uitwendig zoals bij insecten, maar inwendig. En hier zie je dan ook hoe het voedsel naar binnen gaat. Eerst vanuit de mond gaat het verticaal omhoog. En ik noem deze beestjes lachenbekkies. Er zijn meerdere soorten die zo'n soort lachend gezichtje hebben. Een smiley. En ergens tussen dat mondje en neusje van die smiley, daar gaat het voedsel naar achteren richting het achterlijf. En dan komt het dus in een soort slokdarm. En dan gaat het uit de kop naar het achterlijf. Al die voedselpartikeltjes. Soms zie je ze als een soort stofzuiger over het oppervlak gaan. Maar ze kunnen ook een hele tijd op één punt zitten te knabbelen. Hier weer zo'n prachtig gezichtje. Zo'n prachtige smiley. En hoger in de kop is die niet meer zo goed doorzichtig. Dus daar verdwijnen de voedseldeeltjes. En toch, ook hoe het verder gaat, is nog iets van te zien. En dat zien we hier. Net achter de kop komen de voedseldeeltjes weer tevoorschijn. Aan de rugzijde van het enorme, naar verhouding, achterlijf. Daar gaat het van via die slokdarm naar een soort maag. En is ook een heel groot opslagvat, zou je kunnen zeggen, waarin het voedsel gekneed wordt. Het wordt al een beetje voorverteerd door enzymen die er via speeksel in de mond al aan toegevoegd zijn. Het is alleen geen maag zoals bij ons met een hoge zuurgraad. Eén kant is een heel klein beetje zuurig en de andere kant is zelfs basis. Hier zie je dan dat bekje aan de onderkant, hoe het voedsel van het oppervlak afhaalt. Allemaal algjes, korstmossen, zwammetjes. Allerlei klein voedsel, vaak allemaal rottend organisch materiaal, daar zijn ze dol op. En ik denk dat ze ook dol op die kogelzwammen zijn, er zaten flinke aantallen op soms. En let ook op die pootjes met twee klauwtjes aan de onderkant. Die prachtige versiering van het achterlijf.
en de haartjes. En dat niet alleen. Je ziet hier ook in het achterlijf dingen bewegen. Ik vermoed haast dat dat kneden van het voedsel is in die maag. En van die maag loopt dan nog een klein darmkanaaltje verder naar achteren. En daar hebben we het eindproduct, een soort pellet, een dropje. En dat is de bijdrage van onze springstaartjes aan de humuslaag. Let ook op die kerstboom, die versiering op het achterlijf. En hier zie je onscherp op de achtergrond zo'n bolvormig springstaartje. Maar op de voorgrond een heel ander type, een langwerpig type. Veel tengerder van bouw, ook hele andere beharing, andere antennes. Wel weer die oogplaten, die zwarte oogplaten, waar een stuk of 7, 8 losse oogjes, ocelli heette die, op zitten. Korte haartjes, meer plat op het lichaam en ook nog een hele reeks vrijwel verticaal staande haren. Op zowel kop, maar vooral ook op de achterlijf. Deze soort is heel actief, soms met zijn antennes. Als ze over het oppervlak op zoek zijn naar voedsel, dan kunnen die antennes dat bliksemsnel aftasten. En ook in de kop van deze langwerpige soort zie je belletjes en voedselpartikeltjes bewegen. Allemaal naar achteren, richting het achterlijf. Alleen is dat achterlijf hier meer cilindervormig en lang gerekt in plaats van bolvormig, zoals bij die andere soorten. Ook deze actief op de kogelzwammen.